David, laatste ronde gewonnen van Floris van Assendelft. Gedeelde derde plaats. Een mooi resultaat, denk ik. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ja, ik ben zeer tevreden. Ja, het is gewoon een mooi resultaat. En zeker ergens in het midden verloor ik van Manuel Bosboom. En ik moet zeggen dat mijn zelfvertrouwen daarna best wel weg was eigenlijk. Want hij had me zo verpletterd. Echt, ik was helemaal kansloos. Dus ik vind dan van mezelf wel goed dat ik dan zo terug ben gekomen. En dat ik de laatste rondes nog veel punten heb gehad. Ja. En dan die partij inderdaad van vandaag tegen Floris. Je weet, hij kan een grootmeesternorm halen als die van je wint. Is dat lekker? Nou ja, het geeft hem natuurlijk misschien wat extra spanning. Ik bedoel, het staat voor hem veel op het spel. Maar goed, voor mij stond er ook veel op het spel. En wilde ik nog een prijs halen, moest ik ook winnen. Dus we zaten allebei in een must-win situatie. En dan is het wel een beetje frappant dat ik één keer remise heb aangeboden en hij twee keer. Maar goed, allemaal niet aangenomen. En ja, het was een interessante partij. Ik stond de hele partij wat beter. En op een gegeven moment stond ik waarschijnlijk gewonnen. Maar ik maakte toen een blunder met maar 40 seconden op de klok voor nog 20 zetten. En nou ja, toen in die fase had ik gewoon elke keer maar een paar seconden bedenktijd voor elke zet. Ik weet niet hoe het is gebeurd, maar aan het eind van de tijdcontrole stond ik waarschijnlijk gewonnen. Of in ieder geval heel goed en ietsje later won ik. Ja, want voor het einde van de tijdcontrole heb je ook wel een fase duidelijk minder gestaan, geloof ik, hè? Dat denk ik wel. Ook al zag ik niet meteen de directe winst. Maar ja, ik ben er vrij zeker van dat de computer wel iets zal vinden voor zwart. Oké, dan even over het geheel. Hoe verloopt je loopbaan? Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar hoe gaat het zeg maar het afgelopen half jaar met schaken? Wat is je rating nu? Ik zit nu op 24-40 ruim. Ik weet niet hoeveel precies ik hier heb gewonnen, maar een stuk of 10 punten. Nou ja, ik heb dit jaar een schaakjaar gedaan. Ik ben er erg tevreden over geweest. Ik ben meester geworden in dat schaakjaar. Ik heb 2 grootmeesternormen gehaald. Of eigenlijk 1, maar hij telt 2 keer omdat het ook een Europees kampioenschap was. Wat betekent dat? Gewoon dat je 18 partijen GM-norm al hebt? 20 partijen GM-norm. En je moet minstens 2 normen over 27 ronden. Normaal is dat 3 keer 9, maar nu is het... Zoals geloof ik een Europacupje kan er ook nog bij als extra voordeel. En wat nu? Wat ga je dan nu het komende jaar nou doen? Nou ja, ik ga nu wel gewoon studeren. Ik ga scheikunde studeren in Leiden en Delft. Dat is een combinatie studie. Ja. En nou ja, het schaken zal wel op een lager pitje gaan, maar ik zal het nog steeds blijven doen. Maar is dat niet een beetje jammer net nu het zo goed gaat? Ja, maar aan de andere kant, je moet ook realistisch zijn en ik zie hier mezelf niet mijn baan van maken. Ik zat helemaal onder spanning en ik hou eigenlijk niet van spanning. En nou, het is fijn dat ik nu wat geld heb gewonnen en kan ik in ieder geval de cardioloog betalen. Maar ja, het is gewoon zo'n stress als je echt voor het geld moet spelen. En als je professional bent, moet je natuurlijk speel je voor het geld. En ik heb dan liever gewoon een baan en dat ik daarnaast gewoon schaak. Dat ik er gewoon naar mijn zin heb. Maar ik wil wel nog gewoon mis worden. Oké, ik heb wel nog ambities. Ik ga niet stoppen. Oké, nou veel succes met schaken en je studie.